Hallo, ik ben Kitty van Bodycure. Wij gaan trouwens van naam veranderen. Spannend wat het gaat worden. Waarom? Omdat Bodycure gewoon geen eer meer aandoet. We zijn het een beetje ontgroeid. We zijn geen afslankcenter. We zijn geen figuurcoachingcenter. Dat doen we fantastisch, hè? Maar het is meer dan dat. Het is een lifestyle. Het is happiness. Het is self-care. Verantwoordelijkheid nemen. Zorgen dat jij je zo damn goed in je vel voelt, dat je uitstraalt naar anderen. Dat je eigenlijk die glimlach van een ander niet nodig hebt of dat compliment om je goed te voelen. Maar dat je kan complimenten geven. En dat vraagt ontzettend veel denkvermogen. En dat vraagt ontzettend veel van je om die verantwoordelijkheid op je te nemen dat niemand anders verantwoordelijk is voor jouw emoties. En eigenlijk is dat ook zo. Heel vaak liggen we veel buiten onszelf. Die heeft mij dat aangedaan. Ja, maar wat jij voelt is de reactie daarop. En het is nu eenmaal een wereld. Ik heb voor mezelf 20% van mijn geluk, de 20-80 regel, heb ik eigenlijk ook toegepast op mijn emoties. 80% van de tijd doe ik dingen die ik eigenlijk liever anders zou willen. De quotes, de positieve quotes van oh, doe wat je leuk vindt. Ja, excuseer mij, maar als ik zou doen wat ik leuk vind, dan paste ik deze short echt niet. Want ik had dan liever, zoals daarnet met mijn kinderen, een pannenkoek met Nutella. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb een proteïnebroodje met eiwitten genomen. Waarom? Omdat heel mijn kleerkast, als ik zou doen wat ik leuk vind, niet meer zou passen. Maar ik vind het dan leuk dat ik al bijna... Ik heb kledingstukken die al 20 jaar oud zijn, waar ik nog altijd in pas. Wat ik daarmee wil zeggen is, als ik altijd zou doen wat ik voelde dat goed was, was ik nu een hoopje ellende. Daar komt het op neer. Want jullie zouden ook voor een gesloten deur staan. Want uitslapen vind ik ook wel damn leuk. Ik wil gewoon zeggen, als je 80% van de tijd dingen moet doen waar je niet ongelukkig van wordt, hè, dat zeg ik zeker niet, maar dat gewoon routinegewijs een soort van investering is voor die 20% waar je zo intens van kan genieten, wat ik nu ervaren heb in mijn verlof, dat is, ja, denk ik, voor mij is dat een heel mooie regel. 80% vaak dingen doen dat ik zeg, oh ja, ja, ik zou liever iets anders eten of liever een glas of een gin tonic pakken en ik pak een bruis water. Ja, so what. Maar ik vind het ook wel leuk om gewoon fit en fruitig en het gevoel dat ik alles doe voor mijn lichaam. Maar, ik ben weer aan het uitwijken. Bodycure krijgt dus een nieuwe naam. Wij gaan ook uitbreiden met meer coaching. Ik heb ook niet stilgezeten. Ik geloof ook in evolutie. Dat is alles. Het leukste, en dat zie je aan mensen, dat is als ze 2 weken gestart zijn. Ze maken hun planningen, ze letten op hun eten. En eigenlijk, ja, dan sommigen zijn 2 kilo, sommige 4 kilo, dat hangt ervan af van je startgewicht. Maar wat ik vooral zie is de glow, de trots, het zorgen voor jezelf. De evolutie. Je creëert voor jezelf zelfvertrouwen. Je kan vertrouwen op jezelf. Je doet iets bewust van ik wil dat resultaat en je voert het uit. Wat wil ik daarmee zeggen is dat eigenlijk evolutie je heel blij maakt. Je bent puber en dan word je verliefd. Dat is een nieuwe beleving. Van dat verliefd worden, afhankelijk ga je trouwen of krijg je kinderen. En dan komt, dan ga je samenwonen. Bij iedereen is dat anders. Maar er is een constante groei. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je veel groei ervaart, niet in de breedte, maar in je hoofd. En ik vind, ik ben nu, ik ging dat al een beetje kwijt, 42. En ik vind, ik moet eerlijk zeggen, ik voel mij beter in mezelf in balans dan dat ik 30 was. Waarom? Gewoon groei, expansie, mezelf een spiegel voor te houden. Denk
dat echt heel belangrijk is. Ik ben weer veel te lang aan het uitwijken. Waarom heb ik dit boek eigenlijk vast, geluk? Omdat ik dus vanaf nu filmpjes ga maken over mijn visie op geluk. En wat bedoel ik met mijn visie? Dat is een beetje self-care en self-responsibility overtuiging. Ik heb, denk, honderden boeken gelezen. Ik doe ook heel veel luisterboeken. Ik heb enorm veel opleidingen gehad. Waaronder, denk ik, 4 jaar geleden alle hypnose onderdelen. Ik loop nu weer een opleiding. Ik heb 6 jaar geleden live coaching gedaan. 10 jaar geleden heb ik een heel intense opleiding gehad naar fysiologie van het lichaam, vetverbranding en zo. Dus ik heb heel veel opleidingen gedaan, daar komt mijn kennis uit. Maar ik hou mij dus niet vast aan 1 methode. Dus ik heb er eigenlijk een beetje een kitty-methode van gemaakt. En ik denk, aangezien dat ik niet de gouden start heb gehad, als ik zou willen, zou ik echt wel een slachtoffertje kunnen spelen. Maar ik leef nu. Je hebt alleen nu. Heel mooi, dat heb ik uit het boek Leef in het Nu. Vond ik een heel mooie opmerking. Ook al denk je aan wat gebeurd is of wat er gaat gebeuren, het is in het nu dat je het beleeft. Nu. Ja, heel simpel. Je leeft in het nu. Geluk. Dus daar gaan de filmpjes over gaan. Natuurlijk ben je van harte welkom voor een persoonlijke coaching. En wat moet je je voorstellen met een persoonlijke coaching? Dat is vooral hoe dat we dat gaan aanpakken. Dat bepaal ik ter plaatse. Je bent geen numero. En iedereen is heel bijzonder op zijn manier. Dus wat is belangrijk? Dat we ook een heel persoonlijk traject opstarten. Dus ik kan jou niet op voorhand zeggen, je gaat dat en dat en dat doen. Niet, want dat zou commercieel veel beter zijn. Maar ik wil echt helpen. Echt, ik wil evolutie voor jou creëren. En dat ga niet door jou door als een nummerootje te behandelen. Hoe gaan we dat doen? We gaan kijken van, ja, welk is het probleem? Wat zou voor jou dan de ideale oplossing zijn? En ik ben een soort van navigatie daar naartoe. En samen gaan we knallen. Geluk. Dus zeker volgen. Er volgen nog heel veel filmpjes. Wel ietsjes korter ga ik ze proberen maken. En nog 1 tip wat je thuis kan doen. Dit is naar houding toe. Want dat is heel belangrijk. Hoe dat we, als je ziet, sommige mensen lopen zo. Dat is compensatie van je lichaam. Te veel zitten, een sedentair leven, te weinig beweging, fout getraind. Dat kan ook dat je bijvoorbeeld veel te strakke hamstrings hebt. Ja, dan ga je heel jouw houding zich daaraan aanpassen. Dus wat je ook doet van training, bodycure. Nu moet ik niet zeggen, zo naar bodybuilders moet je niet bij bodycure zijn. Maar alles van naar vrouwelijk, menopauze, premenopauze, moet je wel bij bodycure zijn. Maar ik kan je heel de wereld helpen, maar laat je kwalitatief begeleiden. Het is heel logisch dat je je brood best bij de bakker koopt. En je vlees best bij de slager. Logisch. En heel vaak gaan vrouwen die in de menopauze zitten, een personal training nemen die dat eigenlijk voor spieropbouw gespecialiseerd is. Ja, natuurlijk kan hij zijn dat dat een hele knappe trainer is, maar het gaat toch om het resultaat. In ieder geval, waarom? Een klein trucje voor je houding, en dat kan je elke dag thuis doen. Je pakt een boek, je legt dat op je hoofd en je gaat ermee wandelen. En dat is heel moeilijk. Maar dat is heel belangrijk, want zo krijg je terug op, dat kost jou zeker 3 maanden. Hè? Dus het is wel oefening. Niks dat de moeite waard is, is snel, zou ik maar zeggen. En dat is ook nog eens een extra trigger dat je bewust moet zijn van je verantwoordelijkheid. Maar dan ga je echt wel het verschil zien. En zeker zo naar onderbuik. Zo, als je maar zo een klein beetje
een onderbuikje hebt en je denkt, hoe ken je dat nu? Ik raak er niet vanaf. Is dat heel vaak door fout trainen of doordat je houding niet correct is. En dan kan een boek echt wel uitkomst bieden. En ik zou zeggen, voel je maar een topmodel, want dan ben je sowieso. Echt een leuke reminder, dat is dat je bij een zaadlozing, ik dacht 260 miljoen zwemmertjes mee in die baarmoeder gingen en jij hebt gewonnen. Dus eigenlijk ben je al een winnaar. Jouw lichaam is gewoon een wonder. Treat it like that. Ik zie soms mensen, hè. Met de mooiste auto's, die blinken. Er mag geen crashje opkomen, hè. Maar hun lichaam vol sauzen, bier, wijn. En dat kan wel eens, hè. Maar ik denk dat je lichaam belangrijker is als je auto. Het allerleukste is, eigenlijk zijn ze alle twee bijna. Zijn ze alle twee belangrijk. Ik wil gewoon zeggen, je bent al een winnaar. Want je bent geboren. Mwah.